plekje. Hallo, wonen jullie hier met z'n tweeën? Wij wonen hier met z'n tweeën. Ja? Ja. En al heel lang? Of? Nee, we hebben het sinds kort hebben we het gekocht. Het is het huis van mijn schoonouders. Oh. En mijn schoonmoeder is overleden en toen hebben we dit gekocht. Ja, en waar komen jullie dan vandaan? Nou, ik kom oorspronkelijk uit de stad Groningen. En via Beverwijk, Alkmaar, Vlachtwedde ben ik hier terechtgekomen. Ja, maar dus toch wel weer terug naar de roots? Ja, ja. Ja. En waarom? Haar ouders, haar schuld. Ja? Ja. Nou, die zijn inmiddels allebei overleden. En mijn moeder is in en rond dit huis geboren en opgegroeid. En wilde erg graag dat het in de familie bleef. En het heeft even geduurd voordat wij zover waren dat we het gekocht hebben. Maar uiteindelijk, het is toch zo'n mooi plekje ja. Dat we dachten, dit kunnen we niet laten gaan. En dit is dus is het dan een watermolen geweest? Ja, het was, in oorsprong was het een graanmolen ja. Ergens bij Beerta vandaan. Okay. En toen hebben ze in 1850 zo'n beetje, hebben ze hem hier neergezet. En hebben ze er een watermolen van gemaakt. Ja. Precies. Want mensen thuis zien dit nu niet, maar kunnen we heel even daar naar achter lopen? Want, maar lopen jullie met ons mee? Want u kent het heel goed. Dat u het even laat zien. Is dit dan de Westerwolse A? Ja, dat is de Westerwolse A. En nou ja, hier kano in de mensen langs, zeg maar. Dit noemen we het bushokje. Daar zat mijn vader altijd. Daar deed hij zijn middagslaapje. En, En deze grond hoort ook bij jullie? Ja, hoort er allemaal bij. Mijn droom, maar dat is niet die van René, is dat we hier straks de boel gaan omheinen en dan van die aardvarkens hier gaan doen. Die zijn een beetje harig, toch? Van die harige varkentjes. Ja. En die woelen de hele boel om. En dan kunnen we daarna de hele boel weer opknappen. En we kunnen dan de vriezer mee vullen. Maar René is er nog niet helemaal voorstander van. Nee? Nee, dat lijkt me een gedoe. Maar goed, nou ja, dat zien we nog wel. Ik ben nu bezig de duizendknoop met weg te branden. Dat zie je daar, die zwarte plekken. Ja. En aardvarken schijnen dat ook heel goed te kunnen. Ja. En dat scheelt mij dan natuurlijk wel veel werk. Nou, dus ik zie een opening hoor. Jawel hè, ik ook. Dat komt wel goed met die varkentjes. Nou, Frieskist hebben we al, dus ze kunnen er zo in als ze groot zijn. Ja. Maar als je echt een mooi molentje wil zien, dan moet je bij de buren wezen, hè? Ja, die kunnen we hier dus al zien. Ja. Het is een zaagmolen. Ja. Hij is heel speciaal. En hoe dat ding heet, het ligt op mijn tong, maar hij wil er niet afvallen. Maakt niet uit. We vragen het even na. Ja. Nou, wij lopen nog even naar die andere molen. Dan hebben we ook alles, hè? Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!